Goeiedag en welkom bij een nieuwe VV Winsum TV, hier live vanaf ons nieuwe sportpark. Ja, we zijn er weer bij mensen, tussen de weidevogels, tussen de konijnen, of wat zijn het, hazen denk ik. Vandaag een prachtige dag op het sportpark, vanochtend vroeg alweer begonnen om 8:30, daar waren wij nog niet bij helaas. We gaan zo meteen kijken bij de boys van VV Winsum 2, hoe staan ze ervoor in de voorbereiding en hoe gaan ze het vandaag doen tegen Knickerbockers 7 voor de beker. En daarna spelen de dames nog thuis. Het eerste speelt thuis. We gaan het allemaal zien. Jullie misschien niet, maar wij wel. En heel veel plezier bij deze aflevering. En dan staan we hier even met Jeroen de Munk. Jeroen de Munk, trainer van de tweede selectie. Yes. Voor het derde jaar op reis, zei je net. Hoe staan we ervoor? We zijn al een stukje op weg in de voorbereiding. Nou, ik heb net de voorbespreking gehad voor deze wedstrijd. En het thema is eigenlijk, het gas mag er nu wel op. Ja, dat denk ik wel. Zijn nog twee weken zijn we los voor de competitie. Al de festen starten we mee. En, de eerste weken zou ik een beetje fit blijven en lekker erin komen. Maar ik heb wel vandaag gezegd dat het gas moet er echt op. En als we even vooruit kijken, dit is in de competitie. Weer een hele mooie competitie volgens mij. Ja, geweldig. Hoe zie jij daar de kansen voor Winsum 2? Ik denk dat we weer gaan strijden voor plek 6 tot en met 9. Dat een realistisch iets is. En op het moment dat je het hoogste niveau speelt, moet je zorgen dat je zo vroeg mogelijk veilig bent. Ja. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je met deze jongens uiteindelijk een aantal jongens kunnen laten doorstromen naar één. Ja. En dat is uiteindelijk mijn doelstelling. In ieder geval hartstikke veel succes vandaag en ook de rest van het seizoen. Dankjewel, blijf je volgen. Yes. Yo. En dan staan we hier even met Tim Boerema. Hij is een nieuw gezicht bij het tweede elftal volgens mij, Tim. Vorig jaar zat je nog een andere elftal. Ja, ik zat officieel bij de selectie van het tweede, maar ik speelde mijn wedstrijden bij de andere elftal weer. Ja, precies. Hey, en nu heb je eigenlijk wel een stap gemaakt, als we dat zo mogen zeggen. Als we de trainers al mogen geloven, zeker. Is al heel enthousiast. Hoe ervaar je dat zelf op dit moment? Nou, gewoon, ik heb vanaf het begin van toen al hard gewerkt. Ja. En ik probeer gewoon een steentje bij te dragen. Ja. En gewoon bij de selectie te zitten elke week. Ja, ja, en wat is jouw, welke plek kunnen we jou verwachten bij de tweede positie? Ik denk op de links of de rechtsplek. Oké. Okay. Ja. Echt een kuitenbijtertje of ga je wel lekker over die flanken aanvallen? Ik wil ook wel eens over de flanken, ja. Ja, leuk. Nou, we gaan het vandaag zien. Wat verwacht je van vandaag? Knickerbockers 7, zo uit mijn hoofd. Ja, altijd lastig, je weet het nooit. Ja, je weet het nooit. Maar zelf gaat wat je weggetikt. En, ja, je weet het maar nooit. Nou, we hebben er lekker weer bij. Het nieuwe sportpark. Heerlijk weer. Vandaag. Zeker. En succes. Super, dankjewel. Yo. Hoi. En dan staan we hier even met de oude sluwe vos Neil Jutkens. Hij duikt zomaar weer op bij Winsum 2. Hoe is het met Neil Jutkens? Ja, uitstekend. Uitstekend. Ja, ik dacht, lijkt me gelukkig weer eens beproeven na mijn carrière bij de trainer van de vrouwen. En ik ga ze even de voorbereiding met tweede meedraaien. Ja, en hoe gaat dat tot nu toe met je oude lichaam? Ja, natuurlijk een beetje hard en stoot, hè. Dat weet je. Natuurlijk 38 inmiddels. Ja. Maar ik vermaak me goed hoor. Tussen jonge jongens. Ja, ik vind het wel lekker. Ja. Ja. En wat mogen we vandaag van jou verwachten? Je bent nog in de een andere outfit. Nou, een helftje, hè. Helftje? Helftje. Ja, dat mag maximaal. Ja. Helftje is goed voor mij. Ja, tegen die... Tegen de feuten. Ja. De Groningen. Dus we zien wat we vandaag gaat brengen. Hey, Nijlen, succes vandaag. En, dankjewel. Yo. Hoi. We staan hier met een aanvoerder van Winsum 2, al jaren een van de mentoren van dit elftal, Peter Pettinga. Hoe is het met jou, Peter? Prima, ja. Fit. Hey, en vandaag tegen Knickerbockers van de beker. Hoe belangrijk vind je de beker? Ik zie het meer ook wel een beetje als een voorbereiding, misschien nog wel voor de rest van het seizoen. Maar gewoon even lekker voetballen, kijken of we een beetje de teamspirit erin hebben. Erop. Goeie bal. Ja. Oh, yeah!
Desley, toch een teleurstellende wedstrijd, denk ik. Hoe heb je dat zelf ervaren? Ja, tempo was te laag. Voetbal niet goed. Ja. En ja, dan krijg je het moeilijk, zelfs tegen Winkelbokken 7. Gefeliciteerd met de overwinning, daar gaat het eigenlijk om. Is ook zo. Tot volgende week. Ja. En nou, succes nog erbij. Dankjewel. Oké, jongen. Ja. Staan we nog even met de aanvoerder en de afloop. Nou, voor de tijd even besproken wat de doelstelling was. Is dat vandaag een beetje meer eraan toegekomen? Jammer. Vandaag denk ik niet. Ik denk dat we met Zwart erbij, met Niels Verdouwen, dat het wat beter ging lopen. Ik bracht wat meer dreiging naar voren. Maar we hebben toch moeite met domineren, denk ik, tegen een wat mindere ploeg. Ja. We gaan het zien. Ik denk tot 5 minuten houden we gewoon vast. Oké, ik zag Jeroen al weglopen, hè? Want die ontwijkt hem, denk ik. Die ontwijkt hem nog even, ja. Nee, helemaal goed. Ja. Nou, je hebt nog rustig de tijd om rustig voor te rijden op het nieuwe seizoen. Hè? Dus geen man overboord, maar het viel vandaag een beetje tegen. Wel gewonnen, en daar gaat het weer om. Het belangrijkste. En geniet er even van, en op naar volgende week. Goed. Oké, jongen. Hey, dankjewel. Ja, en dat maakt ook een einde aan deze uitzending. Bedankt voor het kijken naar deze special over VV Winsum 2. We blijven ze natuurlijk volgen. Volgende week spelen de dames tegen de landskampioen. Daar zullen wij ook bij zijn. We zoeken nog een presentator, maar dat komt pas goed. Bedankt voor het kijken naar VV Winsum 2.